Dag collega. Je hebt al vaak gedacht van een YouTube-filmpje, dat zou ik wel op mijn pc willen downloaden, om dat dan achteraf rustig in de les te kunnen gebruiken. Dat kan op twee manieren. Dat kan op meer manieren, maar we bekijken er twee. De eerste manier is via keepvit.com. Ik ga eerst een filmpje opzoeken en we gaan dan kijken hoe we dat kunnen downloaden. Ik weet dat er een animatiefilmpje bestaat uit de reeks Minuscuul. En in de titel moet ergens dat woordje Magpie voorkomen. En ik vind onmiddellijk wat ik zoek, T-Fish as a Magpie. En daar wil ik een fragmentje uit gebruiken. Het filmpje laat ik eventjes starten. Ja, dat is duidelijk het filmpje wat ik nodig heb. Ik pauzeer het filmpje. Ik selecteer in het adresvak bovenaan de URL of het internetadres. En via rechts klikken kan ik dat stukje tekst kopiëren. En daarna gaan we gewoon naar KeepFit. We hebben niks te installeren. De website heet www.keepvideo.com. Enter. En daar is een vakje voorzien waarin je die gekopieerde URL of dat internetadres via rechts klikken of op een andere manier, Ctrl-V van plakken bijvoorbeeld, kan plakken. We sluiten dat af met een klik op download. Pas op voor de reclamebalk daaronder, daar zit ook vaak een knopje download. Laat je daarin niet misleiden. En KeepFit kijkt op die pagina waarvan we het adres hebben gegeven, welke downloadbare inhouden er allemaal beschikbaar zijn. Wat valt daarbij op? Ik zie twee soorten. Hier hebben we MP4, dat is MPEG-4 bestanden. Je hebt een FLV-bestandje, een Flash Movie, WebM en er is zelfs een MP3-only, enkel geluid downloaden. Bij sommige dingen vind je ook de aanduiding dat het enkel de video is of enkel de audio, zoals bij deze. Ik kies voor MP4 en ik ga niet die van 720 pixels nemen, dat is het brede formaat, maar 480. Dat zal resulteren in een kleiner filmpje. Ik klik op die link, kan kiezen binnen Firefox, waarmee ik nu aan het werken ben. Kan ik kiezen of ik dat direct wil openen of ik het wil opslaan. Ik kies voor opslaan en ik doe dat in mijn map video's. Ik laat de bestandsnaam zoals die gesuggereerd wordt en op 1 seconde tijd wordt dat filmpje binnengehaald. Ik ga eens even in de Windows-verkenner kijken naar mijn map video's en ik zie daar een bestandje staan, minuscuul, TV's, Azure Magpie en 4 minuten 33, dat was ook de lengte die bij YouTube werd aangegeven en het bestand is een 14 megabyte groot. Als ik dat bestandje wil afspelen, dan open ik mijn media player, bij voorkeur, onze voorkeur media player, is de VLC media player. Ik kies media bestand openen, video's en het speelt af. Dat is het.